Weger even wijst aan waar er gegooid mag worden door Hans Mulder. Buis. En Oberij. De druk van de Graafschap gelijk. Snoil. De Keulaar vraagt, maar krijgt niet. Snoil doet het zelf. Den Oude. Mocht zondag weer eens opdraven en scoorde gelijk. Ik doe mijn werk, zei hij na afloop. Dat is het. Buis, bekeken. Oh! Ja, daar reken je niet op. Hij is links. En dan reken je er niet op dat hij naar binnen trekt. Hier, die kapbeweging naar zijn rechter. Kijken. Dat is toch een aardig schot voor iemand die links is, hoor. Obadai. Aardige bal. Berger, wie pakt hem? Niemand. Uiteindelijk Nalbandh Toglu. Ja, dit is te onbesuist. Aardig idee. Niet goed uitgevoerd. De Keulaar. De Keulaar, handig. Daar is niemand. En Jungsleger bleef eraf, zegt hij. Dat vindt Weger even ook. De beweging was fraai, de voorzet iets minder. Buis. Aan de linkerkant is de ruimte, niemand duikt erin. Dus gaat Buis maar zelf. En dat gaat hij met succes. Voorzet Den Oude of Wevers. Dat wordt de laatste. Die linkerkant bij de Graafschap ligt helemaal open. Of althans ligt open voor de Graafschap. Volmer, risicovol. Maar het lukt. Nalbandh Toglu. Asaidi. Van Mosselveld stapt over de bal heen. Denkt dan dat er misschien toch wel een overtreding komt. En dan is dit een kans voor Wuitens. Wuitens, oh, voorlangs. Volmer. Terug. Ja, dit is onhandig. Dit mag door. Dit mag door. De Keulaar, ja. Dan gaat Volmer wel verhaal halen. Maar het heeft geen zin. RKC is de ploeg die scoort. RKC neemt de leiding. Ongelooflijk hoe makkelijk Volmer zich daar de bal laat ontfutselen. En Heijblok is tegen de handige Belg kansloos. 1-1. Het is te makkelijk. Het is een tikje. Een tikje waarvoor Weger even eerder wel gefloten heeft. Maar nu doet hij het niet. Hij staat er bovenop en laat gewoon doorspelen. Drost en de Keulaar. De Keulaar wint. Want RKC heeft de bal. Snoil. Mulder gaat. Voorin Benschop en Berger. En nu neemt Volmer het zekere voor het onzekere. Dan maar een corner weggeven. Mulder. Obadai. En Snoil. Is langs Meijer. Snoil. Kan hij het ook met rechts? Ja, best. Den Oude, aardige voorzet. Wevers, oh, die zit op zijn beurt half mis. Obadai, goed gezien dit. Bij Benschop. De Keulaar voorin, Berger voorin. Benschop probeert het zelf.
Den Oude. Jungsleger. Asseidi. Asseidi, ja, probeer het maar eens. Dan gebeurt er tenminste wat voor die goal. Varela. Aardige bal de hoek in richting de Keulaar. Benschop neemt zijn tijd. Gaat nu naar de eerste paal. Volmer redt. Obodai. Nalbantoglu, oh, die legt die bal zo klaar voor Benschop om uit de draai te nemen. Asseidi, 1 tegen 1 als hij snel is. Asseidi, oh! Zo, dat zag er een stuk beter uit dan het vorige schot. Buis en Wuiters en nu RKC, vlot druk zettend. Obodai geeft het seintje. En doet het zelf voor. De Jong. Nog nauwelijks gezien. In deze eerste helft. Die er bijna op zit. We gaan er zo 1 minuut blessuretijd bij krijgen. Berger. Nee, dit is geen overtreding. Nalbantoglu ging duidelijk voor de bal. Had hem ook. En Berger ging voor het uitgestoken been. Dat wat omhoog ging. En dus kon hij er niet onderuit, zou je bijna kunnen zeggen. Zoekt Den Oude. Vindt Den Oude. De Jong. De Jong, ja. Die wordt goed op de huid gezeten door Varela. Daar valt geen spel tussen te krijgen tussen die twee. Obodai. De Keulaar. Blok, ja, dat is moeilijk genoeg. Benschop. En de Keulaar, geen buitenspel. De Keulaar, ja, wel buitenspel. Wel buitenspel, zegt Wegenreef, maar niet. Op aanwijzing van zijn assistent. En het was het niet. Geen buitenspel. Maar Wegenreef grijpt in. De Jong. Wuitens. Voorzet richting de tweede paal. Daar is Buis. Oh, dit is te moeilijk. En dan valt die bal binnen bij De Jong. Nee. Volmer. Beuk in de rug van de Keulaar. De ruimte bij Buis, opnieuw. Asseidi. Met Gudde. Asseidi dreigt. Aardige voorzet, Wuitens. Dan bevalt die bal half. Wuitens, kan hij erbij? Nee. Ja. De Graafschap komt dichterbij. Nalbantoglu. Stuurt De Jong weg. De hoek in. De Jong. Dat is niet alleen groot, ook nog handig aan de bal. De Jong. Nalbantoglu vraagt. De Jong. De Jong. Ja, valt. En nee, zegt Wegenreef. Ook al wil 500 man direct achter De Jong. Heel graag daar een penalty. Den Oude krijgt een duw. Dit is wel een penalty, denk ik, hoor. Dit lijkt mij een penalty. Want Gudde ging niet voor de bal. Garcia, Snoil. Garcia, razendsnel. Garcia en Snoil. Oh. Zo, het scheelt niks. Jongsma was het. Ja, dit begint er al licht wanhopig uit te zien. Garcia, 1 tegen 1. Is hij rustig? Nee.
Jongsma. Garcia. Te snel voor Buis. Goed bij de eerste paal, dan moet dit hem zijn. Oh, vorm, jongen. Vorm mist de kans op de beslissing in deze wedstrijd. Buitens, het duwtje. Dit is goed van Garcia. Het keeperswerk van Heijblok, maar vooral de inzet van Vorm was eigenlijk net onvoldoende. Asedi. Hij is van den Ouweland. En Buis dan. Ja, oh, oh. Bijna viel die bal er doorheen en stond den Oude daar te wachten. Waalwijk is opgelucht. Buis. Maar tussen de verdediging en alles en iedereen voorin bij de Graafschap is er niemand meer. Buitens werkt weg. Terwijl de speaker vast een voorbeschouwing geeft op het feestje van zometeen voor RKC. Twee tegen één situatie. Dit moet de genadeklap zijn. Vorm mag het doen. Vorm mag het doen. Hij doet het niet. Nog één keer. Of hoeft het niet meer? Het hoeft niet meer, zegt Wegenreef. RKC speelt volgend seizoen Eredivisie. En de Graafschap is gedegradeerd. De feestvreugde. 2 jaar was RKC afwezig op het hoogste niveau. 2 jaar speelde de Graafschap daar wel. En vanaf volgend seizoen zijn de rollen weer omgekeerd. Obodai viert feest. Brood viert feest. En de Graafschap druipt af. Dit zijn de dansende benen van wat mij betreft een van de mannen van de wedstrijd. Zo niet de man van de wedstrijd, Hans Mulder. Wat speelde die goed, zeg. Ongelooflijk. En de doelpuntenmaker. Eén foutje bij de Graafschap. Een dodelijk foutje. Van Volmer en de Keulaar maakten 1-0. Na 27 minuten en het was gedaan. Benji de Keulaar, wat een feest. Ja, zeker. Ik denk dat we het echt verdiend hebben, hoor. We hebben echt een goede wedstrijd gespeeld. Van het eerste moment vastgenomen die wedstrijd en we hebben het afgemaakt. Hoe is het om in zo'n wedstrijd als deze de winnende goal te maken? Ja, dat geeft me echt een onwaarschijnlijk gevoel. Ik ben heel tevreden. En ik ben blij dat ik deze club dat cadeau heb kunnen geven. Het is... Maar ook de verdediging. Iedereen, heel de ploeg heeft dat verdiend. We hebben er echt hard voor gewerkt. Ja. Obodai. Is het bovenste gedeelte van zijn tenuutje al kwijt. En hij ook, Jurgen Wevers. Man uit Winterswijk. Tranen met tuiten, mooi hoor. 2-0. Ja, zij gaan op de tuin. Ja, op het laatst is het allemaal kapot. En... Ja, we zijn terug. Het was bloed, zweet en tranen. Ja, absoluut, absoluut. Anthony met zijn enkel. Ik kon niet verder. Eddie komt, we krijgen kansen. Zij drukken. Maar we houden stand. En jongens zijn weer terug. Einde gesprek natuurlijk als je gaat feesten met een van je spelers. Hij is bijna zijn stem kwijt, maar ja, wat wil je anders? Hij had het al aangekondigd. Ik zal niet boven het publiek uitkomen. Het heeft ook niet gehoeven. Curtis Noyle, wat een ontlading. Ja, tuurlijk. Dit is toch fantastisch. Hier heb je heel jaar keihard voor gewerkt. En dat je het dan zo in de derde wedstrijd mag afmaken is fantastisch gewoon. Een hele goede eerste helft en een tweede helft waarin het vooral was tegenhouden. Ja, tegenhouden, maar ik denk dat we alsnog de beste kans kregen in de tweede helft. En dan spelen we het niet goed uit. En dan maak je het zelf moeilijk. Maar maakt niet uit. We hebben gewonnen en dat is wat belangrijk. Op de valreep naar de Eredivisie met Furnus Noyle of is dat een ander verhaal? Dat weet ik nog niet. Daar kan ik nog niks over zeggen. We gaan een feest vieren en dan zie ik het wel.